Dus, ik had hiervoor al een aflevering opgenomen. Ik had level het kasteel en level 3 had ik al gehaald. Toen ik het kasteel had uitgespeeld, had ik mijn state gesaved. En het bleek erop dat het geluid van die opname veel stuk zacht stond. Tenminste, het geluid van mijn microfoon. Dus ja, ik heb die save state nu en nu kan ik het kasteel niet meer spelen. Oh man, ik mis een heel stuk van de hele gameplay. Ik had een heel erg leuk verhaal verteld tijdens die video. Ik zie trouwens dat ik daar nog een bonus game kan gaan spelen. Maar het punt is, dit is gewoon best wel kut. Want jullie hebben nu niet kunnen zien hoe hard ik faalde in dat ene level. Waar ik gewoon zoveel moeite in heb gestopt. Nou ja, speciaal voor jullie. Heb ik eigenlijk gewoon helemaal niks. Ik heb de gameplay footage ook helemaal niet meer. Oh man, wat doe ik ermee? Dit is echt niet normaal. Ik ga geen footage gebruiken waarvan het geluid gewoon kut is. Dat ga ik niet doen. Dat is gewoon... Nee, moet je niet doen. Dus ja, je moet er maar gewoon op vertrouwen dat ik het spel volledig eerlijk aan het spelen ben hier. En laten we maar gewoon verder gaan met het tweede deel van Super Mario Bros. 3. Godsamme, dit is echt het... Hoe verschrikkelijk kut kun je de aflevering van je serie beginnen? Hoe ver sprong dat ding wel niet? Zo ver hoort hij niet te springen. Oké, ik ga wel even een mushroom gebruiken zodat ik niet zo snel dood ga. Dat zou ook wel weer even heel anders zijn. Ik kan natuurlijk ook die fluit gebruiken, maar ik heb mezelf beloofd dat ik dat niet zou gaan doen. En wanneer had ik jullie zelfs beloofd dat ik dat fluitje niet zou gaan gebruiken. Want wat dat fluitje namelijk doet, ik wil dat nog wel even uitleggen. Dat fluitje, dat zorgt ervoor dat je naar een warpzone gaat, zodat je direct naar een andere wereld kunt gaan in dit spel. Dat is fucking ziek, jongen! Dat is best wel ziek, vind ik. Oké, dan ben ik dus onsterfelijk. Niet helemaal onsterfelijk, ik ben redelijk onsterfelijk. Ik kan nog steeds doodvallen in een... Oh, dat is naar! Dat is zo ontzettend naar. Hoe naar kun je het hebben? Ja, naar. Dit is gewoon niet leuk. Waarom doe je me dit aan, game? Waarom doe je mij dit aan? In ieder geval. Ik had het dus in de video die ik hiervoor dus al had opgenomen gehad. Over de geschiedenis van Super Mario Bros. 3. Nou ja, niet over... Oh my god, dit gaat zo bad. Het gaat ongeveer net zo bad als de aflevering die ik ervoor had opgenomen in ieder geval. Maar goed, in ieder geval laten we gewoon weer even terugkomen op mijn verhaal. Kijk, 5 one-ups. 5 one-ups, die had ik nodig. Die had ik keihard nodig. Maar Super Mario Bros. 3, dat is een leuk feitje, is 7 keer uitgebracht op meerdere consoles. De versie die we nu zien is de 1988 versie voor op de NES. Naar mijn mening een van de beste Mario games aller tijden, by the way. Het is een heel erg vette game. En dit spel is nog een keer uitgebracht op een gegeven moment voor op de one and only Super Nintendo in de Super Mario All-Stars versie. Was een super vette uitvoering van een al vette game. Met een aantal hele mooie graphics upgrades. En met een hele hoop mooie extra details in de achtergrond. Want laten we even heel eerlijk zijn. De achtergrond is in deze uitvoering best wel lelijk. Oh shit, nee. Ik wil niet zinken in het drijfzand. Komen zo meteen achter een... Oh shit. Ik heb Mario nog nooit zo zien vliegen. Maar dit zag zo erg spectaculair. Ah shit, mijn hand in rotzon. Ik word zo gek van die zon. Het is echt een rot ding. Oké, ik ga geen power-ups gebruiken. Nou ja, ik kan misschien wel die ster gebruiken, maar daar heb ik gewoon geen zin in. Ben ik te lui voor. Oké, dan wil ik zo meteen natuurlijk gaan vluchten voor die enorme zon. Nou, dat kan ik wel. Ik bedoel, het is niet onmogelijk. Nee, ik wil niet meegedragen worden door die tornado. Doe niet mee. Oh shit, gast. Waarom nou? Nee, laat me los. Ik wil niet die tornado op mijn dak. Gods gloeiende gloeilamp. Oké. Ja, nu wordt het dus chaotisch. Want nu moet ik namelijk oppassen dat die zon mij niet brandt. Oh nee, dat is zo bullshit. Dat is zo bullshit. Oké. Fuck dat level. Ik ga deze gast wel even doodmaken. Dit is een boomerang guy. En als ik die doodmaak, dan krijg ik een schatkistje.
Met een muzieknoot. Wat is dit nou weer dan? Oké, fuck dit level. Ik ga er geen moeite voor doen. Ik ga gewoon mijn P-vleugel gebruiken. En ik ga gewoon in de lucht vliegen, joh. Die zon die wil het eventjes niet normaal doen. Dan ga ik gewoon al even cheaten hier in dit level. Wat een scheidzooi is dit. Ik heb echt zo'n scheidhekel aan levels die gewoon met je proberen te kutten. En dat is precies dit level. En kijk, dan gaat die zon zo meteen helemaal trippen. Blalalalalalalala. Ik ben een boze zon, ik ben een boze zon. Kijk maar eens boos zij dan. Oh, ik weet nog wel dat in de cartoon show van Super Mario Bros. 3 hadden ze ook die zon in verwerkt. En dan was er een scène in volgens mij een aflevering met iets met Ninja Koopas. En ja, in de tv-show noemden ze de Koopas nog steeds de Koopas. Maar toen noemden ze zelfs Koning Bowser Koopa. Ik heb geen idee waarom, maar het is zo heet hij blijkbaar in de cartoonshow. Maar in ieder geval, dan hadden ze dus die zon erin verwerkt. En dan gingen Luigi en Mario, of Mario en Luigi, of in welke volgorde je het ook wilt zeggen. Gingen dus op avontuur in de Mushroom Kingdom. En dan kwamen ze op een gegeven moment uit een afvoerbuis te vallen. En in die show kunnen ze niet op die afvoerbuizen blijven staan, want dan gaan ze er direct doorheen zakken. Dus wat het ding is, wat ze dan gaan doen, is het volgende. Ze hangen aan een afvoerbuis, die hangt best wel hoog. En dan is het de bedoeling dat ze daar uitzien te komen. Dus Luigi die hangt een beetje te bungelen. Mario die weet er al vanaf te komen. Dus moet Mario Luigi opzien te vangen. Nou, wat doen ze dus? Mario vangt Luigi heel erg knullig op. Dit was trouwens een heel erg knullige dood. Ik ben niet zo goed bezig. Ik ga gewoon gelijk door naar level 5. Wat kan mij het schelen? Oh nee, dat is deze. Heel fijn. Ik haat dit level. Oké, val een beetje de goede kant op. Dank u wel. Dus... Dan probeert Mario Luigi op te vangen. Werkt redelijk. Niet helemaal perfect, maar het werkt een beetje in ieder geval. Luigi is tenminste niet doodgevallen. Dat is al een ding. Godsamme. Man, ik raak elke keer mijn verhaal kwijt. En op een gegeven moment zei Mario dus... ik zag je niet, de zon scheen in mijn ogen. En ja, je raadt het al. Dan komt die zon dus vrij boos. En dan vliegt hij achter Mario en Luigi aan. En dan op een gegeven moment pakken Mario en Luigi zo'n superblad. Waardoor ze in een, raccoon of tanuki, laat ik het zo noemen. Is de zon verward. En dan vraagt de zon aan Mario en Luigi... Waar ze zijn gebleven, zeg maar. Maar, het ding is dus, de zon is verward en weet niet dat Mario en Luigi zijn waar hij tegen zit te praten. Ik vond het wel een leuk moment uit de show. En ik heb de show, ik vond de show ook over het algemeen best wel leuk. Ik heb het niet heel erg gevolgd, maar ik heb er wel een paar episodes van gezien op YouTube. En ik vind het wel leuk op zich. Het is wel gewoon grappig. Het is een leuk iets dat ze hebben gepakt uit de videogames. En ja, tot op de dag van vandaag is er nog steeds niet echt een hele toffe Super Mario serie uitgekomen op tv. Wat ik best wel jammer vind, want het is een leuke game. En ik weet zeker dat als mensen er een beetje moeite in zouden gaan steken, dat er dan best wel wat leuke... op game gebaseerde films en series zouden kunnen komen. Dat denk ik gewoon. Ik ga trouwens hier even steeds saven. Wat het ding is met dit level is, het is een soort doolhof. Zo moet je het eigenlijk zien. En het is de bedoeling dat we deze blokken kapot maken en onze weg door deze piramide heen zien te krijgen. Alleen wat het probleem met dit level is dat je echt alle kanten op kunt gaan. En dat er dus meerdere manieren zijn om dit level te kunnen halen in theorie.
Dus dan ga je echt elke kant op die je op zou kunnen gaan. En dan kom je er vervolgens achter dat je op een volledig andere plek zou moeten zijn. Wat is best wel vervelend is hier. Volgens mij moest ik daar naar beneden, maar... Godsamme! En volgens mij moet ik... Oh, nee, ja, krijgen we dit. Ja, sure. Sure thing, dude. Sure thing. Moet volgens mij... Oh, we hebben het al gehaald, joh. Oh, wauw. Ik dacht dat gaat echt uren duren voordat we dit gehaald hebben uiteindelijk. Nope. We hebben het al. En we krijgen nog heel even een extra leven ervoor terug. Dat is even mooi. Maar ja. Volgens mij... Dus mijn meest favoriete Super Mario TV show. Wat ze tot dusver hebben uitgebracht. Ik weet niet hoeveel shows ze uiteindelijk hebben uitgebracht. Het is een soort spin-achtig idee is die geworden. Oh, dat is leuk. Dat is, vind ik grappig. Ik vind dat wel grappig waar die allemaal in verandert. Het wordt nog leuker. Naarmate je dit spel vaker speelt. Kom je erachter dat die in best wel wat leuke dingen verandert. Achtergrond is blauw. Nul detail. Dat maakt de NES... dat maken NES games vaak best wel leuk eigenlijk, vind ik zelf. Hoe weinig detail erin zit. Ik vind het best wel vet. Shit, zooi. Oh ja, nou ja, dan gaat een luchtschip natuurlijk alle kanten opvliegen. Oké, even mijn state save. Dat is gedaan. Als het goed is. Laat ik het voor de zekerheid nog wel even op de handmatige manier doen. Want ik doe dat nu namelijk met mijn toetsenbord. Laat ik daar ook gelijk wel even een aparte save state voor maken. Want anders dan blijf ik maar bezig. Laat ik voor de gein dus wel even dat blad gebruiken. Ik heb nu toch mijn state gesaved. Dus dat maakt toch niet heel veel uit. Huppakee. Maar Super Mario World had op een gegeven moment ook een cartoon show. Ik heb niet heel erg veel ervan gezien. Het is ook al vrij lang geleden toen ik dat heb gezien. Dus ik weet niet meer of dat ik het een goede serie vond. Of dat ik het een überhaupt wel leuk vond. Ik weet wel dat het van Super Mario World is. En dat het dus waarschijnlijk wel een goede show zou zijn geweest. Ik ga nu trouwens gewoon nog even saven Hero. Want anders dan moet ik constant dat hele stuk weer gaan lopen. En daar heb ik geen zin in. Dus huppakee. Hup. Oh, nee, ik wil dat level gaan spelen. Ik dacht trouwens dat dat luchtschip niet meer te ontlopen valt als je er eenmaal bij staat. Maar blijkbaar dacht ik dat dus weer verkeerd. Ik denk weer te veel. Maar ik weet wel dat Super Mario World Yoshi zit er in ieder geval in. Dus dat is al gelijk een heel erg mooi pluspuntje. Als je pluspunten bij mij wil gaan scoren voor je Mario show. Dan moet je sowieso Yoshi erin hebben. Want anders dan is het naar mijn mening gewoon geen goede show meer. Nou is de Super Mario Bros. 3 natuurlijk... Super Mario Bros. 3 is natuurlijk een show die uitkwam voordat Yoshi überhaupt in de serie zat. Dus ja, die kun je gewoon niet in de show verwachten. Wat ik... oh, wacht even. Dan moet ik een andere save state pakken. Moet ik eens hebben. Dus ja. Dat is eigenlijk gewoon het hele ding voor mij. Maar Yoshi is sowieso wel een personage die naar mijn mening... een Nintendo game in het algemeen gewoon... compleet maakt. Zonder Yoshi is Nintendo gewoon niet compleet. We hebben natuurlijk Kirby. We hebben Luigi. We hebben... weet ik veel. Hoe heet die dude? Link hebben we. Of nee, ja. We hebben Zelda. Hallo, hé. Wat de hel doet Zelda ooit in The Legend of Zelda? Ik heb nog nooit een Zelda game gespeeld. Het enige wat ik ervan weet is dat Zelda best wel vaak ontvoerd wordt. Een beetje net als Peach, maar dan... wat meer, weet ik veel, wat meer verhaal erachter of zo. Ik heb geen idee. Ik weet echt helemaal niks van de Zelda games. Dus misschien moet ik ooit eens even beginnen met The Legend of Zelda te spelen op de NES. Maar dat zal weer aan mij liggen, denk ik. Ik heb geen idee. Oh shit, dat ging ook maar net goed. Maar ja. In de video die ik trouwens voor deze heb opgenomen. Heb ik het gehad over... De laatste wereld 7 en wereld 8 heb ik gehad. En over de Mad Luigi. Want de Mad Luigi die speelt deze game namelijk ook in de Game Boy Advance variant. De Super Mario Advance 4 speelt hij. Dat is deze game. Maar dan op een Game Boy. Met een aantal grafische upgrades. En met een aantal upgrades aan het levels en zo. Dus ja. En in die video... De Mad Luigi is nu dus al in wereld 8. Dus die is
die komt steeds dichterbij het punt dat hij de game heeft uitgespeeld en dat hij de prinses gered heeft. Want ja, de prinses die wordt op een gegeven moment, spoiler alert, wederom ontvoerd door Bowser. Terwijl Mario onder, lekker op pad is in een van de zeven werelden. Door de zeven werelden, zeg maar. Dat denk je even ook. Ik zat ook met de Mad Luigi. Die zat... ik volg die hele serie trouwens. Ik heb een aardig gedeelte van de serie gezien. Niet alles. Ik moet nog een keer de hele playlist langs gaan. Sorry Matt dat ik niet alles van je gecheckt heb. Ga ik zeker nog een keer doen. En godsamme. Ik haat onderwater levels. En dit is een wereld die helemaal vol zit ermee. Ik weet nog wel dat een kijker die zei ooit... tijdens de livestream die ik ooit eens gedaan had op deze game, dat dit allemaal waterlevels zijn. Dus ik ga waarschijnlijk een kut tijd beleven. Daar komt het ongeveer op neer. Maar goed. de Mad Luigi die is nu dus op het punt gekomen dat hij... hoe heet het? In de laatste wereld zit. En wereld 8 dus. Wereld 8 zit... bomvol met luchtschiplevels. Dus zeg maar de levels waarbij je een van de Koopalings kunt gaan doodmaken. En door kunt gaan naar de volgende wereld. Daar zit wereld 8 dus helemaal vol van. En hemeltje, ik krijg het niet voor elkaar om daar voorbij te komen. Ik denk dat ik de volgende aflevering maar gewoon hiermee verder ga. Want dit slaat er helemaal nergens op. Maar ik wil wel even mijn verhaal afmaken. En dat schijnt dus een van de moeilijkste werelden te zijn in Mario geschiedenis. Ik weet niet of het ook daadwerkelijk zo is. Ik heb het alleen maar gehoord in meerdere video's van meerdere mensen. Maar ik weet wel sowieso dat als ik er kom, ik een hele zware tijd ga beleven in deze game. Maar goed, ik wil het voor nu gewoon even laten bij deze fantastische video. Als je hiervan hebt genoten, doe dan even dat duimpje omhoog. En voor nog veel meer van dit soort knotsgekke, super toffe gameplay, let's play, bullshit, bla 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 video's, dan moet je even abonneren op TrueGamingNL voor wekelijks super toffe gaming content. En daarmee zeg ik tot de volgende keer. Later!